Hele goedemiddag alweer beste mensen, leuk dat jullie weer kijken weer bij deze nieuwe vlog. Ja, ik weet echt niet precies meer wat ik vandaag nog ga doen. Ik ga vandaag alleen nog werken. Ja, het is eigenlijk wat jullie al vaker zeggen, wat ik vanavond hoor. Het is constant elke keer hetzelfde. Ja, ik kan er zelf niks aan doen. Het is gewoon, ja, zo gaat het leven naar eenmaal dat je in vakanties misschien wat meer gaat doen. Of in het weekend, dan door de week is het voor mij niet alleen maar werken. Ik krijg vandaag ook te horen of ik ook meer uren krijg binnen het werk wat ik nu ook doe. En bij de Vogelanden dus ook, ja, dat is een beetje afwachten. Ja, maar voor de rest is Vogelanden een hartstikke goed bedrijf om te gaan werken en ook om te gaan revalideren. Dus dat is ook zo helemaal goed. Voor de rest, ja, zien we wel een beetje hoe de dag gaat verlopen. Ik kan in ieder geval wel alvast interactieve tv kijken op mijn iPad en mijn telefoon, dat is helemaal top. Maar ik zie jullie allemaal straks weer. Beste mensen, ik ben nu helemaal klaar met alles. Ik heb ook de vlog van gisteren bewerkt. Ik ga nu even door naar mijn werk, dus ik spreek jullie later weer vandaag. Beste mensen, ik ben weer terug vanuit mijn werk. Ja, ik zei 2 dagen geleden in een vlog, nou waarschijnlijk wel een van de vlogs van deze week wel wat saai zijn, net als deze dag. Deze dag is echt vrij saai voor jullie. Gisteren was het nog best wel leuk, vond ik het zelf. Die hoef ik zelf niet meer te werken, die had ik vanmiddag al bewerkt, dus vanavond kan ik lekker rusten. Ook eens een keer fijn. Maar ik denk persoonlijk, hoe kut het ook is om het maar zo te zeggen, hoe slecht deze vlog ook is. moet ik denk ik toch graag hier wel de vlog bij afsluiten. Want ik heb voor de rest heb ik niks te melden voor vandaag. Ja, wel dat het qua uren gaat allemaal goed komen bij Vogelanden. Daar heb ik... Ja, vanmiddag berichten uitgekregen, dus dat is ook helemaal top. En ook, eigenlijk helemaal top. Want ja, ik wil daar blijven en hun willen mij hebben. Dat is ook een win situatie. Ja, was ook iets met de uitkering, maar ik dacht van ik ben in staat toe om te gaan werken. En als ik een uitkering krijg, man, dan denk ik bij mezelf van wat de fuck doe ik met mijn leven. Althans, zo denk ik erover, hè. Maar ja, ja, dat spreek ik alleen maar uit mezelf. Nou, ik ga wel hier bij de vlog afsluiten. Nou, deze vlog is toch nog even 2 minuten ongeveer geworden. Jullie ontzettend bedankt voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vonden jullie deze vlog leuk. Zie jullie vrienden die de camera zitten, vrienden met het kanaal abonneren hier beneden. En hopelijk zie ik jullie morgen om 3 uur gewoon weer terug. Want ja, morgen ga ik naar de winterbarbecue in Nijverdal. Dus dan neem ik jullie gewoon leuk en gezellig mee. Maar dat is het wel altijd. Laters.